Ik ben Louise en ik heb 2 kinderen. Het gaat helemaal niet goed met ons. Ik was getrouwd met mijn middelbare schoolliefde. Maar hij was gokverslaafd. En hij zat ook nog eens diep in de schulden. En hier ben ik nu ook mede verantwoordelijk voor. Ik werk in de thuiszorg en ik kom eigenlijk niet meer rond. En mijn oudste zoon heeft dan ook nog eens ADHD. En die medicijnen die hij slikt, ik kan het gewoon niet meer betalen. En ik maakte toen de foute keuze om mijn zolder te verhuren aan de buurman. Die zei dat hij dat ging gebruiken voor medicinale wietplantjes of zo. Ja, ik dacht dat hij mij wilde helpen. De buurvrouw die ontdekte wat er op de zolder stond en meldde dat bij jullie, de woningcorporatie. En nu dreigen mijn kinderen en ik het huis uitgezet te worden. Ik wist toch ook niet dat het om meer dan 5 plantjes zou gaan? Waarom snapt niemand mij? Maar jij begrijpt me wel. Toch?